Ja, ik zit hier met Dave. Hoe kijk jij terug op je vorige partij? Een beetje met een dubbel gevoel. Ik ben natuurlijk heel blij dat ik gewonnen heb. Maar met alle spanning die erbij kwam, de onervarenheid in de ring, heb ik niet echt neer kunnen zetten wat ik had gehoopt. En wat erin zit, denk ik. Dus ik denk dat ik deze keer met veel meer, meer mijn hersenen ga gebruiken dan alleen maar agressief willen maaien. Ja, is dat, wat zijn dan je verbeterpunten? Heb je het er met je coach over gehad of je trainer? Ja, ik heb natuurlijk met Mike heb ik teruggekeken. En je ziet gewoon vooral dat ik hem dood wou maken. En het vuur stond in mijn ogen vanaf minuut 1. Maar ja, je moet gewoon proberen rustig te blijven. En het zien als sparren in de sportschool, zo zegt Mike tegen me. En met die lading moet je erin gaan. Wel hard, maar een beetje blijven nadenken. Ben je nu ook anders gaan trainen? Hoe zien jouw dagen er nu uit? Ik heb wel gemerkt dat het sparren gewoon heel belangrijk is. Dus ik ben eigenlijk vanaf begin af aan nu gewoon 2-3 keer in de week aan het sparren. En dan niet sparren meer tikken, maar gewoon echt sparren. Dus zeg maar echt wedstrijd hard sparren ongeveer. Dus het is echt elke week. Het is echt een wonder dat ik hier vandaag zonder blauwe ogen zit. Want ik ben echt overal waar ik kom heb ik een blauw oog of een bloedneus. Dus... Nee, het is een stuk harder nu. Het is nog wel net zo intensief, maar allemaal echt wat harder. Ja, want je had je echt goed aangepast hè, op voorbereiding van je vorige partij. Is dat nu weer zo? Ga je weer stoppen met drinken? Hoe ziet dat eruit nu? Ja, ik zeg je echt heel eerlijk, het was natuurlijk mijn eerste keer. Toen heb ik echt alles aan de kant kunnen gooien, maar ik merk wel dat het nu moeilijker is. Ja. Het is natuurlijk meteen de volgende editie doe ik weer mee. Dus ik heb eigenlijk maar 2 maandjes een soort van rust gehad voordat ik hoorde van ja, we gaan het weer doen. Ja. Dus het is wel moeilijk om niet te drinken. Dat is wel een stuk moeilijker dan vorige keer. Okay. Heb je René nog gesproken? Hoe zit dat nu tussen jullie? Ja, ik heb René nog gesproken, zeker. René heeft me heel veel succes gewenst. Hij zegt, zorg in ieder geval dat je wint. Want dan kan ik in ieder geval vertellen dat ik verloren heb, maar wel van degene die de titel heeft. Dus hij heeft me heel veel succes gewenst. Nog wat tips meegegeven. Wat hij aan mij zag in de wedstrijd, wat hem intimideerde en wat hem onzeker maakte, dat heb hij me verteld. En dat ga ik meenemen. Okay, en wat vind je nou van je toekomstige tegenstander, Joey? Ja, ik weet het niet. Kijk, ik denk dat iedereen wel een beetje hetzelfde beeld heeft over Joey. Een beetje een namannetje is, maar ik ken hem niet persoonlijk. Ik heb hem net heel eventjes genie beneden. Hij komt op mij heel aardig over. Dus ook wederom dit keer heb ik geen haat tegen of zo. Ik heb wel een bepaalde manier. Ik ben hem gewoon volg op Instagram. Dan zie ik wel dat hij bijvoorbeeld briefjes van 50 euro opeet en geld op de grond strooit en zo. En dat is niet mijn ding. Nee. Dan heb ik wel zeg maar zin om iemand een ouderwets pak slaag te geven. Ja, hij geeft jou 2 rondes. Ja, dat zei René ook. Ei! Meer hoef ik er niet over te zeggen. Dat zei René ook. En wat vindt de thuisfront er eigenlijk van dat je weer meedoet? Ja, mijn moeder die vond het de eerste keer heel spannend. Maar ze ziet nu dat het voor mij mijn leven ook wel een stuk verbetert. Dus je bent natuurlijk heel van het trainen en daardoor ga je andere dingen laten. Ja. En dus iedereen is er heel blij mee dat ik een stuk sportiever en gezonder leven heb. En heb je de vorige partij van Joey ook gezien? Van de vorige editie, ja. Voor jou? Wat vond je ervan? Ik heb natuurlijk een aantal keer teruggekeken. Ja. Kijk het nog steeds wel eens terug. Wat ik ervan vond, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als ik. Veel te agressief erin, veel te gespannen. Ja. Maar ja, we hebben eigenlijk denk ik allebei geen tegenstand gehad. Alhoewel zag je bij hem wel de derde ronde dat hij het moeilijk kreeg. En ik niet. Maar goed, we waren allebei niet echt tegenstand. Dus ik denk dat we dit keer een echte partij gaan zien. Ik heb hem net ook gezien. Toen heb ik ook tegen hem gezegd van luister, we hadden vorige keer alle twee geen tegenstand. Laten we gewoon even een knokpartij neerzetten. En ik hoop dat dat lukt. Dat ik iemand heb die terug gaat slaan. Ga je nou weer zo'n goede stare down neerzetten? Want dat was best wel... Er kwam wel iets binnen. Ja. Mikey's, hè? Mikey-style. Nee, ik weet het nog niet. Ik heb een hele andere manier. Kijk, René die was natuurlijk wat lichter als ik. En die was wat minder gespierd als ik. En er zat minder power in. Dus ik wou op hem echt heel agressief overkomen. Om hem te intimideren. Dat was mijn gameplan. En dat lukte goed. Ja. Ik denk niet dat bij Joey het geval is. Joey is zwaarder als ik. Joey heeft ook power. Dus ik ga hier gewoon heel relaxed in. En ik ga gewoon in de ring laten zien dat ik veel en veel beter ben. Nou, ik ben benieuwd. Heb je ook nog een bericht voor Joey? Joey,
meedoen is belangrijker dan winnen. Die hebben we vorige keer ook gebruikt, hè? Joe, veel succes! Later!